Sven Brake, welkom bij de club. Ja, dankjewel. Een echte Maastrichtenaar hier in Venlo. Hoe dat zo? Ja, hoe dat zo? Natuurlijk een avontuur in het buitenland erop zitten. En teruggekomen en dan ga je verder kijken. En uiteindelijk de keuze maken om bij VVV te komen voetballen. Vertel eens even, wie is Sven Brake? Sven Brake is een meevoetballende spits. Die ook een doelpunt kan maken. Dat heb je eerder al bewezen, hè, bij andere clubs, ook in de keukenkampioendivisie? Voornamelijk inderdaad bij NEC, hè, waar ik echt wel twee seizoenen gewoon volledig heb kunnen spelen. In het verleden wat blessures gehad in mijn Almere City tijd. Vervolgens een stap naar buitenland gemaakt. Niet helemaal geworden wat ik ervan had gehoopt. Ja, en uiteindelijk maak je dan de keuze om terug te komen en hier weer Sven Brake te laten zien. Wat heeft de doorslag gegeven voor VVV Venlo? Ik werd uitgenodigd voor een gesprek met de trainer. En eigenlijk heb ik daar meteen een goed gevoel aan overgehouden. Alles wat hij mij vertelde sprak mij enorm aan. Je zegt net, bij Livorno is het niet helemaal geworden wat je ervan verwacht had. Wat heb je er wel geleerd in Italië? Ik ging daar met een leeftijd van 26 naartoe. Daar ben je ook al niet meer de jongste in het voetbal. Maar ik denk dat ik daar nog een stuk volwassener ben geworden. Dus je wordt daar gewoon. Het is gewoon keihard. En je spreekt dan ook nog niet eens de taal. Dus dat waren allemaal wel moeilijke momenten. Als je jezelf dan wilt, iets wilt duidelijk maken of wat dan ook, was dat heel moeilijk. Ik denk ook dat ik daar nog een stuk volwassener ben geworden. Niet alleen persoonlijk, maar ook in het voetbal. Dat ik daar ook wel meer je momenten kiezen. Ja. En niet als een jeugdige speler overal bij willen zijn. En die ervaringen die neem je mee en die probeer je hier ook over te dragen op de jongere jongens? Ja, precies. Dat hoop ik wel. Ik hoop dat ik dat stukje ervaring kan overbrengen op de jonge jongens. Nu een dikke eerste week erop zitten. Een talentvolle groep. Zal hier en daar nog wel een jongen weggaan of bijkomen. Maar tot nu toe heb ik een ander zin. Ja. Welke doelstelling heb je voor jezelf gezet? Ik ben natuurlijk een spits en daar worden doelpunten van verwacht. Ik heb in mijn hoofd wel een iets zitten. Maar om daar altijd een uitspraak over te doen, vind ik altijd lastig. Maar laat duidelijk zijn dat ik... dat ik hier ben gekomen om VVV te helpen aan veel doelpunten. En hopelijk aan het einde van de rit bij die spannende plaatsen te staan. Iedereen heeft het over de grote schoenen van Georgios Giacomakis. Ja, je bent niet de eerste die daarover begint inderdaad. Ja, ik heb dat natuurlijk ook gevolgd. En die jongen heeft het hartstikke goed gedaan. Echt fantastisch. Ik denk dat iedereen binnen VVV hem die transfer gunt. En, de schoenen van, dat vind ik altijd lastig. Kijk, ik ben een heel ander type dan wat hij is. Laat duidelijk zijn dat ik ook een goed seizoen wil draaien. En wat ik net al zei, van spits, stel alleen de goals. Dus daar ga ik mijn uiterste best voor doen. Zou je nog iets tegen de supporters willen zeggen van VVV? Nou, ik zou zeggen, kom allemaal naar stadion de Koel. Als dat mogelijk is. En ook natuurlijk de tijd het toelaat. En hopelijk maken we er samen een mooi seizoen van. Want ik heb het natuurlijk ook meegemaakt in Italië. Supporters heb je nodig. Dus hopelijk komen ze met z'n allen ons steunen.